Welkom bij het college over anafylaxie en allergische rhinitis. Mijn naam is Marianne Hartjes, ik ben een van de docenten van de sectie farmacotherapie en ik wil jullie hier vandaag wat meer over vertellen. We gaan het allereerst hebben over allergische reacties in het algemeen, hoe zat het ook weer met die verschillende typen. En dan over twee soorten allergische reacties, of uitingen daarvan. Enerzijds de anafylaxie en anderzijds de allergische rhinitis. Als we eerst even kijken naar hoe zat het ook weer met die verschillende types. Allergische reacties kan je opdelen in vier verschillende types. Allereerst heb je de type 1, de IgE-gemedieerde overgevoeligheidsreacties. En daarbij bindt antigeen specifiek IgE aan mestcellen. Dan komen de verschillende mediatoren vrij. Kan je een voorbeeld bedenken van dit soort reacties? Zet dus noods deze presentatie even op pauze. En denk even na wat voorbeelden kunnen zijn. Hierbij kan je denken aan onder andere de anafylaxie, urticaria, maar ook de allergische rhinitis. Dus hier ga ik zo nog iets uitgebreider op in. Dan heb je de type 2 allergische reacties. En dit wordt met name gestuurd door IgG-antilichamen. En die binden aan antigenen in bepaalde weefsels. En dan kunnen ze schade veroorzaken door middel van inflammatie, fagocytose-inductie of de verstoring van de normale celfunctie. En denk ook bij deze eens na of je voorbeelden weet. Voorbeelden hiervan kunnen onder andere zijn myasthenia gravis, de ziekte van Graves, auto-immuunhemolytische anemie en sommige antibiotica-allergieën. Dan hebben we type 3, waarbij de klachten ontstaan door antilichamen die immuuncomplexen vormen met oplosbare antigenen in de bloedbaan en kunnen neerslaan in de vaatwand. En als ze eenmaal zijn neergeslagen, dan trekken ze complement aan en binden ze neutrofielen, waardoor deze weer schadelijke proteases en zuurstofradicalen kunnen vrijlaten. En ook hier zijn weer bepaalde aandoeningen die daarom bekend staan via zo'n reactie te verlopen. Dit zijn onder andere SLE en reactieve artritis. Ten slotte hebben we dan nog type 4, de celgemedieerde overgevoeligheidsreactie, ook wel de vertraagde reactie genoemd. Dat is omdat de symptomen meestal pas 24 tot 48 uur na blootstelling aan antigeen optreden. Wat er daar gebeurt is dat er een T-cel wordt geactiveerd. En die kunnen onder andere cytokines produceren en die activeren weer leukocyten. En uiteindelijk wordt er zo een inflammatieproces in gang gezet. En ook hierbij horen weer enkele voorbeelden. Denk voor jezelf even na wat dit kan zijn. Hierbij past onder andere TBC, contacteczeem, MS. Dit kunnen allemaal voorbeelden zijn van een type 4 reactie. Nou, zoals ik eerder al zei, in dit college staat met name de type 1 IgE-gemedieerde reactie centraal. En wat er dan gebeurt als je antigeenblootstelling hebt, dat geeft hypersensitiviteit en activatie van TH2-cellen. Die kunnen zo'n antigeen-specifiek IgE produceren. En dat bindt het dan aan mestcellen en dan zitten mestcellen klaar voor een volgende blootstelling. Dus als iemand dan weer een middel inneemt, dan kan het lichaam daar gevoelig op reageren. En dan bindt dat antigeen aan die IgE op die mestcellen. En op die manier kunnen die mestcellen mediatoren gaan uitscheiden. En dat kan eigenlijk verschillende klachten geven, afhankelijk van waar op het lichaam zich dat uit. En dat zijn wel vasoactieve substanties. En die zorgen onder andere voor vasodilatatie, uiteem, gladde spiercelcontractie, denk dan bijvoorbeeld ook in je luchtwegen. En in de late fase ook voor ontsteking. En dat komt omdat er ook cytokines worden uitgegeven die zorgen dat eosinofielen, maar ook neutrofielen bijvoorbeeld, naar de plaats van blootstelling trekken. Nou, en dit kan zich dus op verschillende plekken in het lichaam uiten, bijvoorbeeld in de longen. En dan is er sprake van astma. Nou, daar gaat een ander college over, maar als dat zich naar de neus en de keel begeeft, kunnen mensen klachten krijgen van allergische rhinitis.
En dat kan ook in een gegeneraliseerde vorm zijn, met ook zelfs potentieel levensbedreigend. En dan praten we over de anafylaxie. Nou, daar wil ik het dan ook in de eerste instantie met jullie over gaan hebben. Anafylaxie is een potentieel levensbedreigende, gegeneraliseerde of systemische, meestal IgE-gemedieerde reactie op een exogene stimulus. Dit kan weer veel verschillende oorzaken hebben en de meest voorkomende oorzaken zijn met name dan voedselallergieën, denk je bij aan noten, pinda's, schaalschelpdieren, insectenbeten zoals bij een wespensteek en geneesmiddelen. Met name antibiotica en NSAID's zijn hier dan nog weer onbekend. Wat altijd goed is om hier bij je achterhoofd te houden, dat er ook kruisovergevoeligheid kan zijn. Bijvoorbeeld naar de NSAID's kijken, dan hebben we enerzijds diclofenac en dat behoort tot een groep azijnzuurderivaten. En anderzijds hebben we ibuprofen en naproxen, wat de propionzuurderivaten zijn. En binnen die groep heb je kruisovergevoeligheid. Dus als iemand voor ibuprofen allergisch is, zal die zeer waarschijnlijk ook allergisch zijn voor naproxen. Maar ook tussen die groepen kan kruisovergevoeligheid bestaan. Waardoor je toch inderdaad liever niet een ander NSAID geeft aan een patiënt die er eerder allergisch op heeft gereageerd. Ook heb je bijvoorbeeld iemand die een penicillineallergie kan hebben, die kan ook allergisch zijn voor cefalosporine. Dat is goed om in je achterhoofd te houden dat niet alleen een middel waar iemand op gereageerd heeft een bron kan zijn van zo'n reactie, maar ook een ander middel wat je mogelijk in de toekomst voor zou willen schrijven. Dan is het nog belangrijk om het onderscheid te maken tussen een anafylactische en een anafylactoïde reactie. En als we eerst even kijken naar een anafylactische reactie, dat treedt pas op nadat er eenmaal sensibilisatie heeft plaatsgevonden. Dat is meestal zo'n type 1 IgE-gemedieerde reactie. Dus bij een eerste blootstelling zie je het vaak pas na 7 tot 21 dagen na start van zo'n geneesmiddel dat iemand er klachten van krijgt. Als iemand het herhaaldelijk blootgesteld krijgt, iemand heeft ooit een keer een antibiotica-kuur gehad en krijgt een jaar later weer dezelfde kuur, dan kan het al binnen enkele minuten optreden als het zo'n type 1 reactie is. Dan heb je nog de anafylactoïde reactie. En die lijkt heel erg op de IgE-gemedieerde reactie, maar dat is niet op basis van specifieke herkenning van zo'n antigeen. Dit kan dan ook al optreden bij de eerste blootstelling en is dosisafhankelijk. Nou, en dat is een voorbeeld van zo'n opiaten. En die hebben een interactie met het mestcelmembraan, waardoor ze histamine kunnen vrijmaken uit die mestcellen. En NSAID's, zoals acetylsalicylzuur, die zorgen voor een inductie van een overwicht aan leukotriene over de prostaglandine, waardoor je ook een soortgelijke reactie kan krijgen. Hoe stel je dan die diagnose? Wat in ieder geval belangrijk is om je te realiseren bij dit college, kijken we met name naar de NHG-richtlijnen vanuit de huisartszetting. En hier kijk je naar bijvoorbeeld klachten van huid- of slijmvlies in eerste instantie. Maar het kan zijn als je later in het ziekenhuis werkt, dat ze daar bijvoorbeeld meer de nadruk leggen op hypotensie bij het vaststellen van de diagnose. Ook de pijlers van de behandeling zullen gelijk zijn, maar het kan zijn dat per protocol ze misschien net even iets andere middelen gebruiken. Maar de basis is in ieder geval wel gelijk. Nou, wat ze zeggen, een anafylactische reactie is een acuut begonnen reactie binnen minuten of uren na blootstelling aan zo'n allergeen. En dan kan je denken aan klachten van huid- of slijmvliezen, onder andere urticaria, pruritus of flushing en zwelling van de lippen, tong of uvula. Dit is dan een voorbeeld van urticaria, waarbij je van die verheven plak ziet. En daarbij moet je nog een van de andere symptomen hebben, zoals een verlaagde bloeddruk, waarbij je kan denken aan een bloeddruk onder de 90 systolisch of een verlaging van 30% of meer dan dat van de uitgangswaarde voor die patiënt. Verder kunnen nog tekens zijn van een bedreigde ademhaling, zoals dyspneu, piepen, stridor, een gevoel van zwelling in de keel. En dat komt omdat er ook sprake zijn van angio-edeem. Waar je inderdaad, als je aan de buitenkant kijkt, gezwollen lippen ziet, gezwollen slijmvliezen, maar dat kan ook larynxödeem geven. En iemand kan nog gastrointestinale klachten hebben, zoals krampende buikpijn of braken. En mocht iemand nou niet nog die huidafwijkingen hebben, maar die heeft wel een
zeer verdacht middel genomen, waarvan hij bijvoorbeeld al bekend is dat hij allergisch voor is, of het is een heel aannemelijk antigeen en die heeft alleen hypotensie, dan is dat ook al voldoende om de diagnose te kunnen stellen. Als zo'n patiënt bij je komt, in de huisartsenpraktijk, spoedeisende hulp, moet je natuurlijk ook beoordelen. Wat belangrijk is er sprake van een acuut probleem. Zo'n patiënt beoordeelt volgens de ABCDE-methodiek: treat first what kills first. En het kan altijd heel verleidelijk zijn als je zo'n patiënt tegenkomt en die heeft bijvoorbeeld hypotensie, dat je denkt: oh, ik wil hem gaan behandelen voor zijn hypotensie. Maar dat is een probleem dan in de circulation. Maar de ABCDE-methode is juist wel opgesteld dat je iemand dus behandelt en waar dit eerst aan zal overlijden. Je kan iemand wel helemaal netjes hebben gestabiliseerd qua bloeddruk, maar als de ademweg niet vrij bleek te zijn door het ladingsödeem, kan iemand alsnog komen te overlijden. Dus daarom is het gewoon belangrijk om systematisch te werk te gaan. En ook wil je natuurlijk enkele dingen weten van de patiënt. Onder andere van, nou, wanneer zijn nou die klachten ontstaan en hoe is dat beloop van die klachten geweest? Is iemand bekend met de allergie of heeft hij eerder van een allergische reactie al gehad? Is er al adrenaline gegeven? Was dat al voorhanden? En is iemand in het bezit van een adrenaline auto-injector en heeft die ook eerder gebruikt? En dat is ook wel de EpiPen. En überhaupt waar deze patiënt mee bekend? Dan nog een klein stukje over de bifase reactie. Die treedt op bij ongeveer 20% van de patiënten die een anafylactische reactie hebben gehad. Dat houdt in dat na minuten tot uren na herstel van de eerste symptomen er wederom klachten optreden. Het kan dan na 1 tot zelfs 72 uur zijn. Dit is ook van belang bij je behandeling. En dan wil je iemand ook voor indekken. Als we dan gaan naar die behandeling, dan kan je eigenlijk opdelen in twee grote thema's. Enerzijds de acute behandeling, waarbij het belangrijk is om te stoppen met de blootstelling aan het allergeen. Verder kan je adrenaline geven. Clemastine, en je moet natuurlijk een ambulance bellen met spoed. En ook heb je nog, mocht er sprake zijn van bronchospasme, zou je iemand salbutamol kunnen geven. En als er nou sprake is van shockverschijnsel, zou je iemand ringlactaat of NaCl 0,9% kunnen geven. En mocht dat aanwezig zijn, zou je ook nog zuurstof kunnen geven via een non-rebreathing mask. Verder heb je nog de lange termijn behandeling, waarbij je dexamethason zou kunnen geven voor die late reactie, dus die bifase reactie. En iemand wil je altijd een EpiPen mee naar huis geven als die eenmaal een allergische reactie heeft gehad. Dan zou het zomaar in de toekomst nog eens vaker kunnen gebeuren. Zoals je net eigenlijk al zag, zijn er eigenlijk verschillende pijlers van de behandeling. En we zullen de middelen zo ook allemaal even langs gaan. Allereerst heb je dus de adrenaline. En dat geef je echt voor de acute reactie en de behandeling van ödeem en shock. Verder geef je de clemastine voor de histaminerge effecten. Salbutamol kan je geven bij bronchospasma. En dexamethason is echt voor die bifase reactie. Wat goed is om rekening te houden, ook als we zo meteen al die middelen afgaan, is dat er hier sprake is van een acute situatie. Dus op dit moment is er niet zozeer van belang wat zijn nou de bijwerkingen, wat zijn interacties, omdat de andere uitkomst altijd slechter is. Want je wil niet dat iemand komt te overlijden omdat jij hem toch een middel niet gegeven hebt. Dus dat is wel goed om rekening mee te houden dat op dit moment bijwerkingen, interacties wat minder van belang zijn. Als we dan beginnen bij adrenaline. Adrenaline is een sympathicomimeticum. En dat grijpt eigenlijk aan op verschillende receptoren. Allereerst op de alpha-1-receptor. En dat zorgt voor vasoconstrictie, waardoor je perifere weerstand omhoog gaat en je bloeddruk dus ook weer stijgt. En het vermindert mucosaal ödeem. Dus het is dan ook het enige middel wat direct effect heeft op je bedreigde luchtweg. Daarom ook de eerste stap in je behandeling. Dan heb je nog de beta-1-receptor en dat verbetert de contractiliteit van het hart, verhoogt de hartfrequentie en zorgt voor een betere cardiac output. En het grijpt dus aan op de beta-2-receptor, wat weer zorgt voor bronchodilatatie en afname van het vrijkomen van die mestcelmediatoren. Nou, en dan is het ook altijd goed om je af te vragen, hoe ga ik zo'n middel nou geven? Dus denk ook even voor jezelf na, wat lijkt mij nou de meest logische toedieningsvorm en waarom zijn andere opties minder geschikt? Zet hem desnoods weer even op pauze. De meest geschikte toedieningsweg op dit moment is intramusculair.
Zo'n spier is namelijk goed door bloed, dus er is sprake van een snelle opname. Dus als je dit middel bijvoorbeeld subcutaan zou geven, dan zou het er te lang over doen om te gaan werken. Dan kan je nog denken, ja, waarom geef je dan niet IV? Want doe je bijvoorbeeld wel bij een reanimatie. Maar dit kan onder andere ritmestoornissen geven. En dat is tijdens een reanimatie niet zo erg, want dan ben je blij met ieder hartritme dat je hebt. Maar we willen natuurlijk niet nu een patiënt een ander probleem geven. Dus daarom is intramusculair hier de meest geschikte toedieningsweg. Nou, dit geef je 0,5 milligram. Dan kan je zo nodig na 5 tot 15 minuten nog herhalen. En het werkt al na ongeveer 3 tot 5 minuten. En de voorkeur is wel om het via een ampul te geven en niet via zo'n auto-injector, omdat je dan een nauwkeurigere dosering hebt en ook een meer trefzekere toediening. Nou. Dan hebben we nog clemastine, dat is een antihistaminicum. Dat is een H1-receptor antagonist en dat remt het vrijkomen van histamine. En histamine grijpt onder andere aan op de receptoren van gladde spier in de vaten en de bronchiën. Nou, dit kan je intramusculair of intraveneus geven en dan geef je 2 milligram. En afhankelijk van hoe je dat geeft, werkt het na ongeveer 45 tot 60 minuten als je het intramusculair geeft. En IV werkt dan al bij enkele minuten. Dat effect houdt ongeveer 12 uur aan. En bijwerkingen hiervan krijg je wel slaperigheid, maar nogmaals, dat is op dit moment in een acute situatie zeker niet een reden om het niet te geven. Dan heb je nog salbutamol. Nou, dat is een middel wat je ook waarschijnlijk wel kent uit bijvoorbeeld de astmabehandeling of de COPD-behandeling. Dat is een beta-sympathicomimeticum. En dat stimuleert de beta-2-receptoren. En dat zorgt weer voor relaxatie van die bronchiale gladde spiercellen, waar dus uiteindelijk bronchusverwijding krijgt. En ook hier is weer de vraag van ja, wat is nou de meest geschikte toedieningsvorm? Denk weer voor jezelf even na, wat zou jij geven en waarom wel niet? Nou. De meest geschikte toedieningsweg is een dosis aerosol of een nevel. Want patiënten met astma die geven het ook met een poederinhalator. Maar voor zo'n poederinhalator heb je veel kracht nodig om het goed in te kunnen ademen. Je kan bedenken als zo'n patiënt op zo'n moment heel benauwd is, dat hij niet die kracht heeft om goed in te kunnen ademen. Daarom is een dosis aerosol of een verneveling een geschikte toediningsvorm. En op het plaatje zie je dan ook een dosis aerosol. Nou, dan kan je iemand 4 tot 10 puffjes geven. Dus ze nodig ook weer herhalen of je geeft een 2,5 tot 5 milligram verneveling. En dit werkt binnen 5 minuten al na inhalatie en het effect is optimaal na ongeveer 30 tot 90 minuten. Het houdt zo'n 4 tot 6 uur aan. Dan geven we nog dexamethason ter voorkoming van die late reactie. Dat is iets wat in de acute fase minder prioriteit heeft, want het werkt pas na ongeveer 4 tot 6 uur. Dus op een moment suprem zal het niet zoveel doen, maar je wil wel die bifase reactie wil je gaan behandelen. En het is een corticosteroïde en ze hebben niet precies duidelijk wat nou de effectiviteit van dat middel bij de anafylactische reactie, maar je kan wel bedenken hoe het zou kunnen werken. Dat is natuurlijk een corticosteroïde, dus het onderdrukt het inflammatoire proces en zorgt voor een downregulatie van die eosinofiele respons. En het heeft een remmend effect op het aantal, rijping en de activatie van die mestcellen. Ik kan dit zowel intramusculair geven als intraveneus. Ik geef dan 4 tot 8 milligram. Nou, als iemand eenmaal zo'n anafylactische reactie heeft gehad, wil je iemand altijd ter observatie naar het ziekenhuis sturen. Nou, iemand goed in de gaten ook om te kijken of die bifase reactie nog optreedt. Dus meestal hou je iemand in ieder geval 4 tot 6 uur in het ziekenhuis, afhankelijk van hoe het natuurlijk verder gaat. En overweeg om zo'n patiënt te verwijzen naar de allergoloog. Zeker als het niet helemaal duidelijk is wat bijvoorbeeld de allergeen was. Wat dan wel ook goed is, dat je zelf al nagaat van nou, wat zou een mogelijk allergeen kunnen zijn? Laat een patiënt het eventueel ook goed noteren. Wat heeft hij die dag gegeten? Heeft hij nog andere dingen dan anders gedaan? Soms kan het namelijk een tijdje duren voordat iemand bij de allergoloog komt. En dan zijn patiënten nog wel eens vergeten hoe het ook weer precies ging. Want er komt ook een tijdsbeloop. Was het binnen enkele minuten? Was het een uur na het gebruik van zijn middel? Allemaal vragen die ze willen weten. Het is wel goed om dat duidelijk te noteren.
dat ook later bij de allergoloog ze daar profijt van hebben. Zoals ik op het begin ook al even zei, geef je iemand die een anafylactische reactie heeft gehad ook altijd een EpiPen mee. Dan geef je altijd twee stuks voor het geval dat iemand een langdurige of bifase anafylactische reactie heeft. Het is natuurlijk van belang om je patiënt ook goede instructies te geven hoe die het moet gebruiken. Wat je doet, je haalt in eerste instantie je blauwe dopje haal je eraf. Met het oranje onderkantje, daar zit een naald. Je houdt die spuit ongeveer 10 centimeter boven het bovenbeen. En dan doe je hem vervolgens best wel hard in het bovenbeen. Als je erin zit, hou je hem ongeveer 10 seconden vast, zodat echt alle adrenaline vrij kan komen. En daarna kan je hem er weer afhalen en dan verdwijnt het naaldje verdwijnt direct weer in het oranje stuk, waardoor de kans op prikaccidenten een stuk kleiner is. En dat is nog van het belang dat de patiënt even 10 seconden goed over zijn bovenbeen wrijft. Nou, verder is natuurlijk de dosering is op basis van het gewicht en de leeftijd. En in die EpiPen zit gewoon een vaste hoeveelheid. Dus iemand hoeft hem niet van tevoren op te draaien of in te stellen. Hij kan gewoon hem in één keer gebruiken. En wat nog goed is om je te realiseren, dat beta-blokkers in een hoge dosering kunnen ook je effect van je EpiPen verminderen. Dus dat is geen reden om het niet te geven. Maar het is wel goed om in je achterhoofd te houden als iemand veel beta-blokkers gebruikt, dat je EpiPen dus mogelijk minder effectief is. Dit was het dan over anafylaxie. En dan wil ik het nu met jullie gaan hebben over de allergische rhinitis. Allergische rhinitis is een IgE-gemedieerde ontsteking van het neuslijmvlies, waar wederom een overgevoeligheid voor allergenen. Het kan je opdelen in een vroege en een late fase reactie. Bij de vroegere fase reactie heb je, nou ja, zoals we op het begin ook hebben besproken, weer binding van allergenen aan IgE-antilichamen op de mestcellen, waardoor weer histamine vrijkomt. Dat zorgt voor die toename van die permeabiliteit van de bloedvaten. Wat in dit geval prikkeling in de zenuwuiteinden in de neus geeft, met daarbij hypersecretie, jeuk en niezen. En je hebt nog de late fase reactie die bij ongeveer 50% optreedt, 6 tot 12 uur na je vroege fase reactie. Met een cellulaire infiltratie van het neuslijmvlies. En dit zorgt voor het optreden van hyperreactiviteit en priming. En priming houdt in dat je steeds minder nodig hebt om zo'n reactie te krijgen. Dit kan heel veel klachten geven en kan ook een grote invloed hebben op de kwaliteit van leven. En klachten kunnen onder andere zijn niezen, een loopneus, jeuk in de neus, wijdgehemeld of de ogen, een reukverlies en een verstopte neus. De incidentie is tussen de 21 en 25 per 1000 mensen, bij mannen en vrouwen ongeveer gelijk, kent een piek op jonge leeftijd. Dus dan kijken naar wat de belangrijkste allergenen zijn, is het ook goed om te snappen wat kruisovergevoeligheid in dit geval inhoudt. En dat is dat je allergische symptomen kan krijgen voor voedingsmiddelen met eiwitten die lijken op een allergeen. Dan krijg je vaak een oraal allergiesyndroom. Met een branderig jeukend gevoel op de lippen, bij de mondholte of keel. En het kan ook gepaard gaan met lokaal angioödeem zonder larynxödeem. Nou, en van die allergenen heb je dan boompollen. Die zijn met name van februari tot mei actief. En die kennen dan weer kruisovergevoeligheid met appels en noten. Verder heb je de graspollen tussen mei en augustus. Die hebben weer een kruisovergevoeligheid met plantaardige voedingsmiddelen. Heb je nog huisstofmijt, huisdieren en schimmels. Wat ook goed is om te weten dat er websites bestaan zoals de hooikoortsradar. Mensen ook goed kunnen zien hoeveel pollen er op dat moment nou aanwezig zijn. Is het een hoog risico, laag risico? Dus daar kan je mensen ook op wijzen. Nou, ga je natuurlijk ook weer een anamnese doen bij zo'n patiënt. Waarbij je met name ook uitvraagt wat is nou de aard van de klachten, de duur en de ernst. En in hoeverre heeft dat effect op het dagelijks leven. Dit zijn ook allemaal factoren die je zo nodig hebt bij de behandeling. Verder of er nog sprake is van kortademigheid of piepen. Wat nou die klachten doet ontstaan of verergeren. Of er huisdieren in de omgeving zijn. Hoe de leefomgeving is. Denk je bij bijvoorbeeld ook aan huisstofmijt of schimmels in een heel oud huis. En verder wat iemand nog gebruikt aan geneesmiddelen. Als iemand al heel veel neusspray en dergelijke gebruikt, kan dat een teken zijn dat er al meer aan de hand is. En verder dingen als acetylsalicylzuur, andere NSAID's, ACE-remmers, beta-blokkers kunnen allemaal benauwdheid geven. En ook dit is natuurlijk weer onderdeel van een atopisch syndroom. Dus ook goed om te vragen naar eczeem of astma, of eventueel ze dat in hun jeugd hebben gehad, en naar allergieën in de familie.
Ja, dan kan je nog aanvullend onderzoek doen. En in principe heb je een soort standaard bloedonderzoek waarbij je screent op inhalatieallergenen. Dat zijn de huisstofmijt, graspollen, boompollen, katten- en hondenepiteel, schimmels en kruidpollen. En je kan nog een allergeen-specifieke IgE-bepaling doen op basis van je anamnese. Dus als iemand bijvoorbeeld werkt met een bepaald soort dier of in een bepaald soort andere setting, dan kan het goed zijn om daar ook nog op te testen, zeker als dat ook mogelijk behandelconsequenties heeft. Nou. Eigenlijk kan je zo'n klacht onderverdelen in verschillende categorieën, maar het is eerst natuurlijk goed om de diagnose te stellen. En de diagnose allergische rhinitis, die stel je als iemand langdurig of frequent recidiverende rhinitis heeft, in combinatie met allergieklachten. Dan denk ik bijvoorbeeld aan jeukende ogen, klachten bij droog zonnig weer, of juist in het pollenseizoen. Of als er sprake is van een positieve test op de inhalatieallergenen, met klachten die daar ook bij passen. Nou, dat kan je dan vervolgens onderverdelen. Verschillende categorieën. Enerzijds kijk je naar de duur. Wat incidenteel is, intermitterend. En intermitterend houdt in dat de klachten of minder dan 4 dagen per week aanwezig zijn. Of nog maar minder dan 4 weken duren. En persisterende klachten. De ernst kan je weer onderverdelen in mild of matig ernstig tot ernstig. Waarbij bij die laatste categorie heeft het invloed op je dagelijks leven. Door onder andere slaapproblemen. En belemmering van de dagelijkse activiteiten. Nou, het doel is dan ook om de ernst en de frequentie van de klachten te verminderen. En een normaal leefpatroon bij deze mensen na te streven. De behandeling kan je weer opdelen in de bekende pijlers. Enerzijds de niet-medicamenteuze behandeling. En anderzijds de medicamenteuze behandeling. En waaruit bestaat dan die niet-medicamenteuze behandeling? Allereerst het geven van voorlichting. Prikkels vermijden, stoppen met roken en ook de omgeving rookvrij houden. Iemand kan neusdruppels met fysiologisch zout gebruiken. Je kan iemand adviseren zijn neus te spoelen. Dat kan bijvoorbeeld met zo'n rhinohoorn. En je kan nog heel veel aanvullende adviezen geven op basis van het allergeen. Dus bij bijvoorbeeld een huisdierallergie, doe je huisdier weg. Zorg dat je heel vaak schoonmaakt als dat niet mogelijk is. En zo heb je eigenlijk op de NAG staat heel uitgebreid voor welke allergie je nog wat kan adviseren. Zoek dat vooral ook op als je zo'n patiënt tegenover je hebt. Dan de medicamenteuze behandeling kunnen we eigenlijk opdelen in 2 grote categorieën. Enerzijds heb je het antihistaminicum. En dat kan je zowel systemisch als nasaal geven. En anderzijds heb je de corticosteroïd neusspray. En zo'n antihistaminicum, dus een H1 receptor antagonist, dat ook een remmende werking heeft op migratie van die eosinofielen, die een rol spelen bij de late fase reactie. En je hebt verschillende soorten generaties. In de eerste generatie gebruiken we eigenlijk niet meer, omdat het heel veel centraal zenuwstelsel bijwerking gaf, zoals sufheid. En dat is bij die tweede generatie een heel stuk minder. En als je antihistaminicum geeft, dan werkt dat binnen enkele uren en de werking houdt tenminste 24 uur aan. Nou, en dat kan je dan bijvoorbeeld lokaal geven, dus in een neusspray, denk aan de acelastine. En bijwerking daar is een dysgeusie of een bittere smaak, lokale irritatie en bloederige afscheiding van de neus. En mocht iemand nou last hebben van die irritatie of bloederige afscheiding, dan kan je iemand adviseren om enkele dagen te stoppen met de neusspray en om samen nog eens goed te kijken naar de spraytechniek. Dan hebben we nog het oraal gebruik. En dan kan je bijvoorbeeld aan de cetirizine of de loratadine denken. Dit kan je zowel in drank als tabletvorm geven. En je geeft het dus systemisch. Dus het komt in je hele lichaam. Daarom heb je wel iets meer bijwerkingen zoals de slaperigheid. Dan bijvoorbeeld bij je neusspray. Maar in vergelijking met bijvoorbeeld de eerste generatie is het al wel een stuk minder. En mensen kunnen een droge mond van krijgen. En zeer zelden zijn er toch overgevoeligheidsreacties gemeld. Dan de corticosteroïd neusspray. Dat is dus een ontstekingsremmend glucocorticoïd. En dat remt de accumulatie en influx van die ontstekingscellen in de ontstoken nasale mucosa. En het remt weer de afgifte van die ontstekingsmediatoren en cytokine. En het vermindert de gevoeligheid van de weefselreceptoren voor ontstekings- en vasoactieve mediatoren.
En het werkt heel lokaal, echt in de neus. En het effect komt wel pas na enkele dagen. Dus het werkt niet goed als je het acuut wil geven. Nou, bijwerkingen die op kunnen treden zijn onder andere irritatie en droogheid van neuslijmvlies en een lichte neusbloeding. En minder frequent dan veranderingen in reuk en of smaak. En zeer zelden neusseptumperforatie. En wat goed is om te weten, is dat die bijwerkingen met name in het begin optreden en meestal ook voorbijgaand zijn. Dus soms heeft het zin om het even iets langer door te blijven gebruiken, dat iemand er dan geen last meer van heeft. Dan wil je natuurlijk een goed middel kiezen. We hebben net dit schema al even voorbij zien komen. En dat heb je ook nodig bij je behandeling. Over het algemeen heeft lokale toediening wel de voorkeur en dat is ook het meest effectief voor oogklachten. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om de voorkeur van de patiënt mee te nemen. Als iemand echt per se geen neuspray wil, zou je ook een oraal antihistaminicum kunnen doen. Vervolgens ga je kijken als iemand incidentele klachten heeft, geef je eigenlijk een antihistaminicum. En dat kan dus zowel oraal als een neuspray. En dat komt omdat zo'n antihistaminicum die werkt gewoon sneller. Die werkt binnen enkele uren. Dus dat is geschikt als iemand af en toe een keer klachten heeft. Indien iemand intermitterend klachten heeft, zou je eigenlijk zowel een antihistaminicum als een corticosteroïde neuspray kunnen geven. En dan moet je ook samen met je patiënt afstemmen wat het best bij iemand past. Maar persisterende klachten willen we wel echt een corticosteroïde neuspray geven. Het weet daarvan dat is gewoon geschikt voor preventie en voor langdurige behandeling. En het werkt het best bij een verstopte neus. Mocht je nou aan een corticosteroïde neuspray niet voldoende hebben, zou je ook een combinatie kunnen geven met nog een antihistaminicum erbij. En eventueel heb je ook combinatie neusprays waar ze allebei in zitten. Nou, bij de ernst, bij een milde ernst kan je een antihistaminicum of weer een corticosteroïde neuspray geven. Maar als het echt matig ernst tot ernstig is, geef je een corticosteroïde neuspray of weer een combinatie van die beiden. Nou, dat is ook nog wel eens het geval dat vrouwen zwanger zijn of dat ze borstvoeding geven. En op dat moment is de eerste keus behandeling fluticasonneuspray. En mocht dat nou onvoldoende werken, kan je nog beclometason of budesonide geven. En mocht het nou toch zo zijn dat je echt per se systemisch moet behandelen, dan gaat de keuze aan loratidine en of anders cetirizine. Maar dat is zeker, heeft zeker niet de voorkeur bij een zwangere vrouw. Dan moet je iemand natuurlijk ook goede informatie meegeven als je hem zo'n middel voorschrijft. Waarbij het zeker bij een corticosteroïde neuspray belangrijk is, is dat je een patiënt vooraf goed zijn neus laat snuiten en van het septum laat afspuiten. En hoe je dat het best kan doen, is door patiënten te adviseren met hun linkerhand het rechterneusgat te sprayen en andersom. Want er is nou het idee daarachter. Je hebt op je neusseptum heb je de locus Kieselbachii. Dat is de plek waar de meeste neusbloedingen optreden. En als je dus naar dat neusseptum toespuit, dan zie je eerder bloedingen door irritatie en uitdroging dan als je van het neusseptum afspreekt. En het is goed om iemand te adviseren dat je het best dat middel kan gebruiken voordat je aan een allergeen wordt blootgesteld. Dus als iemand allergisch is voor huisdieren, ik weet dat je zo op bezoek gaat ergens waar huisdieren zijn. Of je gaat naar buiten in het polderseizoen, neem dan eerst je neusspray voordat je die klachten hebt. Want anders werkt het gewoon minder goed. En het is natuurlijk ook goed om te kijken of je het gebruik van medicatie weer kan verminderen als de klachten zijn verdwenen. Dus probeer te zoeken naar de laatste effectieve dosis. Want soms is zo nodig alweer voldoende. Als iemand incidentele, intermitterende en milde klachten heeft, hoeft hij in principe niet op controle te komen, tenzij hij nou na 4 weken geen effect merkt van de behandeling. En iemand met persisterende en matig ernstig tot ernstige klachten wil je sowieso terugzien na 4 weken. En het kan dus zijn dat iemand dan bij je komt en zegt: het werkt niet genoeg. Ga allereerst dan kijken, houdt iemand zich aan die niet-medicamenteuze adviezen? Gebruikt hij daadwerkelijk ook het voorgeschreven middel? Gebruikt het op de juiste manier of neemt bijvoorbeeld altijd pas in nadat hij al met het allergeen in blootstelling is geweest. En zo nodig moet je dus een nieuwe behandeling kiezen als het bovenste allemaal wel goed is. Wat je dan kan doen is een antihistaminicum toevoegen, oraal of nasaal. Eventueel je dosering van je corticosteroïde neuspray verhogen.
kijken of je een ander middel uit dezelfde geneesmiddelgroep kan nemen, want soms zit er gewoon een verschil. De een reageert beter op het ene corticosteroïde en de ander op het andere corticosteroïde. Of probeer even een antihistaminica met een andere toedieningsvorm, dus switch tussen de neuspray en oraal. En dat kan ook effect hebben als iemand last heeft van bijwerking. Daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van dit college over anafylaxie en allergische rhinitis. Mocht je meer willen weten, lees vooral ook nog de NAG-standaard even door. En ik hoop dat jullie nu meer inzicht hebben gekregen in de behandeling van deze aandoeningen.